CDA-Kamerlid Michel Roch, want die heeft een missie. Die heeft zeker een missie, want hij roept alle Nederlandse politici op om de Nederlandse vlag trots op de borst te dragen. Michel Roch van het CDA die doet dat zelf al langere tijd. Hij heeft dus altijd een speldje op met de rood-wit-blauwe vlag, de Nederlandse vlag. En hij hoopt dus, hij heeft er echt zijn missie van gemaakt, om andere politici ook zover te krijgen. Hij ziet dat dat in Amerika volop gebeurt en hij vindt het een hele mooie manier om je vaderlandsliefde te uiten. Dus wie weet zien we straks wel meer politici in Den Haag met een speldje, met een vlaggetje op de borst.